Wat is het precies voor vogel die je vast hebt? Die ik vast heb, dit is nog een jonge herdershaak. Een woestijnbuizerd. Komt uit midden Zuid-Amerika voor. Ja. Deze hebben we zelf gekweekt. Dit is een vogeltje wat met hand is grootgebracht. De ouders die draaiden de eieren niet goed. En als ze vlak voor het uitkomen stonden, drukten ze de eieren kapot. Dus we hebben één eierenrek. En die hebben we zelf grootgebracht. Dus, deze is 13 weken. Ja, want dit is allemaal nog dat plein. Het is allemaal nog van het nest gebeuren. Ja, dat lijkt zo alert, hè? Ja. Die ogen al. Karel. Ja, ze hebben allemaal namen. Geweldig. Roofvogels zijn met 12, 14 weken volledig volgeroet. Ik zou het ook aan de Bosbeek kunnen voelen, ik moet ook bij de meesters kunnen komen. Dus ja, ik moet erbij komen. Ja. Daar moet ik mijn hand gewoon tolereren. Ja, ja, dat is logisch. Ja, dat doet af en toe wel eens hier. Ja. Het Europese voorhoek, dat kan je net nog voorkomen en dan ben je half. Is een aardig.